Personen die in mei hebben gewerkt tijdens de verkiezingen worden in december uitbetaald. Dit zei minister Brontosse Mohardjo van Binnenlandse Zaken vanmorgen tijdens een plenair overleg met de districtscommissarissen. Het ministerie van Financiën heeft 50 miljoen SRD uitgezet voor de uitbetaling. Somohardjo zegt verder dat het organiseren van verkiezingen geen gemakkelijke zaak is en dat niet een ieder dat weet te doen. Voor 2020 zijn er verschillende verkiezingswerkzaamheden uitgevoerd door verschillende groepen. Ik noem bij deze de colporteurs, het hoofdstembureauleden, stembureauleden, kandidaatstembureauleden, personeel van de verschillende commissariaten en overige personeel. De uitbetaling van deze personeel heeft lang op zich laten wachten. Ik herhaal de groepen mensen die hebben gewerkt voor de verkiezing van 25 mei 2020 kunnen eindelijk worden uitbetaald. Ik wil beëindigen door u aan te moedigen in eenheid en in onderling goede verstandhouding gezamenlijk uw krachten te geven aan de organisatie van de volgende verkiezing. Laten wij ons beijveren om veel betere verkiezingen te organiseren dan de vorige keer door deze beter op te zetten en uit te voeren. U kunt op mij rekenen. Minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport is blij dat het verkiezingspersoneel eindelijk over hun gewerkte gelden kan beschikken. U hoort ook directeur Nasir Eskak die de verdere instructies geeft voor de uitbetaling van de ruim 17.000 mensen. Ik weet dat de DC's er pas zijn, maar de meeste DA's die er zitten en de DS'ers, die hebben het proces meegemaakt. Dus ik denk niet dat het een heel zware taak zal zijn. Ik denk dat de gegevens daar liggen. De mensen die uitbetaald moeten worden, die zijn, de namen zijn bekend. Ook op het ministerie van Binnenlandse Zaken, maar ook op, op de verschillende commissariaten. Ik denk dat jullie dus het werk, ik hoop dat jullie zo snel kunnen werken, zodat de mensen inderdaad van het jaar nog worden uitbetaald. Instructie nummer 2 is een instructie die op het bord ligt van het commissariaat zelf. En dat is dat u dan de bankgegevens van het verkiezingspersoneel moet gaan verzamelen. Het gaat dus om een bankrekeningnummer. En daarvoor hebben we uitgetrokken dat u tot en met 11 december van dit jaar de tijd heeft. Ja, we hebben het niet heel erg ruim genomen, omdat we de mensen ook een goede kerst willen laten meemaken. Een goed eind van het jaar. En vooral dat ze dan het geld waarop ze recht hebben, ook zo gauw mogelijk tot hun beschikking kunnen hebben. Dus uw personeel, districtscommissarissen, u het verzoek aan uw personeel dat dit dan ook gauw in orde gemaakt kan worden. Directeur Nasir Eskak van Binnenlandse Zaken en daarvoor minister Gracia Emmanuel van Regionale Ontwikkeling en Sport over de uitbetaling van bijkans 17.000 man verkiezingspersoneel.